Ik praat na met Kathleen Krekels van de NVA. Dag mevrouw Krekels. Goedemiddag. Onderzoekers van de UGent hebben vragen bij de manier waarop de kleuterklasjes worden georganiseerd. Er is te weinig mogelijkheid om taal te ontwikkelen. Ze stellen vast dat de kleuters niet zo gigantisch veel gestimuleerd worden om in interactie te gaan met de juf. Het is veel eer inrichtingsverkeer. Doe je jas aan, ga zitten en voor de rest stil zijn, naar de juf luisteren. Om het nu met een beetje overdrijving te zeggen, behangkinderen, zeggen de onderzoekers. Het is nogal opvallend dat u uw vraag begon met te verwijzen naar de omvang van het onderzoek. Twijfelt u aan de kwaliteit ervan? Oh, ik twijfel niet zozeer naar de kwaliteit. Ik vermoed dat de mensen die ermee bezig zijn dat het zeer ter harte hebben genomen. Maar als er grote conclusies worden getrokken, is het toch ook altijd belangrijk te kijken naar de schaal van het onderzoek. En daar merken we toch dat het een eerder kleine schaal is. Er zijn uiteindelijk, denk ik, 6 scholen gefilterd geweest uit de... Het kan een goede steekproef zijn, hè? Ja, het kan een goede steekproef zijn. Er zijn dan ook maar een aantal klassen in gevolgd. Dus het ging ook natuurlijk alleen maar over die instapklassers. Dus het is eigenlijk... daarvan zijn er ook maar een aantal kinderen gevolgd. Dus het is een hele sterke conclusie uit toch heel weinig scholen. Hè? Want ze gaan heel... ik vind dat ze heel hard focussen op de chaos die er dikwijls is in de scholen. Dit kan wel hard aankomen bij de onderzoekers natuurlijk, hè, als je dit nu zegt. Ja, dat klopt. Daarom dat ik zeg, ik denk dat ze echt wat ze gedaan hebben en de schaal die ze genomen hebben, dat ze dat zeker ter harte hebben gedaan. Maar uit een aantal dingen die ik lees in de besluitvorming, denk ik van, goh, hier gaan ze misschien toch af en toe te kort door de bocht. Ja, omdat ze wijzen op het belang van taal. Hè. Zeggen, het moet eigenlijk beter, er moet meer interactie komen in plaats van dat inrichtingsverkeer. Dat is toch goed? Ja. Dat is heel goed. En het is inderdaad zo dat op momenten van drukte en chaos, en inderdaad, de klassen zijn groot, dus de leerkrachten moeten een beetje de orde en de structuur houden, waardoor dat soms de hele focus wordt en ze vergeten het leerproces in gang te zetten rond andere zaken. Maar ik denk dat er, als we dat Vlaanderen breed zouden trekken, dat er ook heel wat scholen zijn die daar al heel bewust initiatieven in nemen. Maar goed, als we nu zeggen, dit is een goede zaak, dat er moet meer ingezet worden op interactie in plaats van dat inrichtingsverkeer, ja, dan is dit ook een pleidooi voor kleinere klassen. Hè? Ja. Vindt u dat ook? Moet er dan maar werk gemaakt worden voor kleinere klassen? Ja, ik denk dat we dat toch inderdaad moeten bekijken. Dat is meer geld, hè? Dat is inderdaad meer geld. Nu, kleinere klassen kunnen inderdaad ruimte geven voor een leerkracht om beter te werken. We zien dat ook. Die vraag komt ook terug in het basisonderwijs. Om te zeggen van, kijk, onze klassen worden omwille van de diversiteit te groot om te handelbaar te houden. Waardoor dat we inderdaad naar die kleinere klassen gaan. In de kleuterklas is dat ook zo. Hè? Want, dus als het van u en uw partij afhangt, meer geld naar het kleuteronderwijs? Sowieso. Ja, sowieso. We hebben dat ook al ingezet, hè. Deze legislatuur, we hebben al die 10 miljoen extra gegeven. We willen dat houden. We weten dat er een totaliteit van 60 miljoen nog tekort is om alleen al maar de werkingsmiddelen kleuteronderwijs en basisonderwijs gelijk te stellen. Dus dat moeten we zeker gelijk dus trekken. Zeker komen, ja, dat miljoen? Gaat er zeker komen. Ja. Ja. Want ja, bovenop die vaststelling is er natuurlijk nog de aanzet gegeven om de leerplicht te verlagen naar 5 jaar. Ja. Ook dat gaat extra kinderen aantrekken in het kleuteronderwijs. Ja, maar die beslissing wordt inderdaad vooral genomen omdat we die kleuterparticipatie zo belangrijk vinden. Die is en al die hoog, verplichting, hè? Die is al hoog, maar het zijn juist diegenen die het vaak het meeste nodig hebben, die nog bij die 1-2% zitten, die we dan dikwijls nog missen. Dus het is belangrijk van ook die kinderen te hebben. En als je die verplichting daarop stelt, ja, dan moeten ze ook gaan. En dan komen ze ook op een juiste manier in de school terecht. En dan hebben ze toch al voor hun eerste leerjaar een heel jaar kleuteronderwijs, waar dat, in geval ze het Nederlands niet goed kennen, heel hard kan ingezet worden op dat Nederlands. U ziet in het onderzoek een pleidooi voor meertaligheid. Dat heb ik u toch horen zeggen. Ja. Nu, los van de vraag of dat dan fout is of niet fout is, waar heeft u dat dan gelezen? Ja, ergens in de aanbevelingen, maar ook in het onderzoek, maar ook in de aanbevelingen staat op een bepaald moment dat ze vinden dat leerkrachten in hun opleiding veel meer aandacht of veel meer aandacht moeten krijgen rond die meertaligheid en hoe daarmee om te gaan. Die kinderen nu, zijn dat op wel, zich, hè? Ja, die kinderen zijn dat, dat is waar. Maar ik vind het belangrijk, al als je weet dat een kind een andere taal heeft thuis, dan is het vooral belangrijk te weten hoe moet ik een kind met een andere thuistaal, een andere moedertaal, het Nederlands bijbrengen. Dus wij denken dat de focus vooral moet liggen van kijk, hoe ga ik met meertalige kinderen om in die zin? Hoe breng ik hen op de best mogelijke manier het Nederlands bij? Daar moet de focus op liggen. Niet zozeer op die meertaligheid en die eventueel in de klas te brengen en welke plaats zou je daaraan dient te geven. Als zo'n kindje zegt ik moet plassen en dat niet kan zeggen in het Nederlands, is het misschien te laat? Ja, dat is
warmer. Als dat kindje moet plassen, dan zie je dat waarschijnlijk ook wel aan de lichaamstaal, dat er een bepaalde hoge nood is. En als dat kindje dat dan uit in zijn taal, is dat op zich geen probleem. Ja. Maar je moet van de leerkracht niet verwachten dat zij daar dan in die taal op ingaat. Nee, dan moet zij op een correcte manier het Nederlands daarop ingaan, vertalen wat het kindje vraagt en dan met meegaan of iemand meesturen om naar het toilet te gaan. Ik hoor dat iedereen het erover eens is dat die kleinere klassen er moeten komen, dat er ook meer geld moet komen en dat het geld er ook zal komen. Bedankt voor dit gesprek, mevrouw Krekels. Blijf bij ons, beste kijker, want we gaan het straks nog hebben over rusthuizen. Tot zo meteen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.